Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hallo, mijn naam is Eowyn. Wat leuk dat je naar deze podcast luistert. Ik geef op vrijdag de workshop Moeiteloos leven op de Bewustzijnsschool. Moeiteloos leven roept voor sommige mensen wat vragen op. En ik wil dan ook meegeven dat moeiteloos leven niet gaat over dat het leven vanzelf gaat. Want het leven is niet makkelijk. Maar het kan soms wel heel simpel zijn. Een tip hierin is dat je alles accepteert zoals het is en daar niks aan probeert te veranderen. Want weerstand zorgt ervoor dat het lijden groter wordt. Laat die woorden tot je indalen. Weerstand zorgt ervoor dat het lijden groter wordt. Als je weerstand biedt tegen wat is, dan zeg je tegen het universum dat het niet goed genoeg is. Dat je het anders wil. Maar wat nou als ik jou vertel dat wat jij wil helemaal niet belangrijk is? In het grote geheel gaat het niet om jouw wil. Het gaat om de liefde wat kan stromen. Om het grotere geheel in de kosmos. Alles heeft een reden. Zoals ik, die gisteren baalde dat mijn computer stuk was en dat ik een deadline moest halen. Natuurlijk mag ik daar even van balen. Maar door er tegen in de weerstand te gaan en af te vragen waarom mij dat gebeurt, ga ik mij niet beter voelen. Ik kan mij wel afvragen, wat kan ik nu doen? En eigenlijk vrij snel heb ik een oplossing gevonden. Ik heb een leencomputer, kan mijn offerte uitschrijven en mijn deadline halen. En dat is waar moeiteloos leven over gaat. Ik wil dit graag met je delen, omdat ik toch vaak hoor, moeiteloos bestaat niet. Maar het bestaat wel. Het is de manier waarop je naar het leven kijkt. En daar gaan de lessen bij de Bewustzijnsschool ook over. Hoe doe je dat? Wat kan je doen om het anders te zien? Een van de allerbelangrijkste dingen in mijn optiek en in de optiek van het moeiteloos leven is dat je geeft. Geven vanuit je hart. Geven zonder daar iets voor terug te verwachten. Want met geven zet je een intentie in het veld. Namelijk de intentie van liefde. En met geven heb je ook tegelijkertijd de actie te pakken. Ook al is het maar bidden voor de buurman die op dat moment zo lijdt. De buurman zal direct die energie voelen. Het lijkt misschien klein, maar dat is het niet. Het is heel groot. Het is een grote energie om, zonder dat de buurman dat weet, dat jij hem goede energie stuurt. Want jij bent dan misschien niet bewust van hoe groot dat is. Maar de buurman heeft geen idee dat jij dat doet. En dus verwacht jij daar ook niks voor terug. En om de wet van het geven in verbinding te brengen met het zetten van een intentie, wil ik graag een hartmeditatie met jullie doen. Je kan gaan liggen
op een yogamat. Maar je kan deze meditatie ook zittend doen. Sluit je ogen en haal even diep adem. Adem uit door je mond. Laat alle overgebleven spanning bij de uitademing helemaal los. Maak wat meer ruimte door nog een keer diep in te ademen. En door je mond weer uit. Doe dat nog één keer. En laat alle lucht en verse energie door je hele lijf stromen. Van tot het puntje van je tenen en tot de kruin van je hoofd. En adem in. En laat los. En geef jezelf dan de gelegenheid om al je spieren te ontspannen. Vooral je schouders en je nek, je kaken en je voorhoofd. Ontspan die spieren. Laat je oogleden zwaar worden. En ontspan alle spiertjes rondom je ogen. Vergeet vooral niet door te ademen. Laat je ogen als het ware dobberen in je oogkassen. Ze hebben helemaal geen aanspanning nodig. Ga dan met je aandacht naar je hart. Voel het kloppen van je hart. Voel hoe je hart het bloed door je lijf heen pompt. Keer op keer op keer. Zoals de wiel des levens ook rondgaat. Keer op keer op keer. En elke oorzaak heeft een gevolg, wat weer de andere oorzaak wordt van het volgende gevolg. Besef je dat het wiel des levens altijd doorgaat en dat je het enige wat je kan doen is dat te accepteren. Laat de acceptatie indalen in je hart en voel hoe dat rust geeft in je lijf en voel hoe je kalmer wordt. En steeds dieper en dieper weg kan zakken in deze kalmte. Geniet van de stilte diep binnenin jou. En voel vanuit hier je hart. Voel de energie van je hart steeds een beetje meer opengaan. Adem naar je hart, door je lijf uit. Adem in door je hart en uit naar je lijf. Adem diep in je hart en uit door je lijf. Voel hoe je steeds dieper in de energie van je eigen liefde valt, dieper. En dieper. Geef jezelf de ruimte. Geef jezelf de ruimte om te zwemmen in deze liefde. En voel hoe je het wordt omringd door de energie van je hart. De energie van de liefde. En laat op de kruin van je hoofd een knop opengaan, een bloemknop. De bloem mag eruit zien zoals jij dat wil. Laat hem openen en laat de energie van liefde zo vanuit je kruin
je lichaam instromen. En wanneer je deze liefde door je hele lichaam voelt stromen, besef dan dat jij liefde bent en deze liefde al lang kent. En geef jezelf dan de ruimte om je hart te laten spreken. Wat is het dat jouw ware zelf komt doen hier? Welke gedachten komen bij je op wanneer jouw hart werkelijk spreekt? Laat jouw hart jou vertellen wat jij hier komt doen in het leven. Wij zijn hier niet om te nemen. Wij zijn hier om te geven. Wat kan jij geven vandaag in deze wereld? Ook al lijkt het nog zo klein. Het zal voor het universum heel groot zijn. En met deze intentie om te geven, krijg je alles ook terug in het leven. Voel waar je hart naartoe gaat, welke persoon of omstandigheid zou jij vanuit je hart, zonder een verwachting daar iets van terug te krijgen, kunnen geven. Kan je hier een actie op zetten? Een gebed of meditatie? Een vriendelijke glimlach of een compliment? Een aanbod voor hulp, maar pas op. Verwacht daar niks voor terug. Geef met een glimlach. En ga door naar het volgende moment waar je weer iets kan geven. En je zal merken dat heel moeiteloos het op je terug zal komen. In vormen die je niet verwacht. Dus blijf geven zonder er iets voor terug te verwachten. En je zal merken dat ook jouw leven een stuk moeitelozer zal gaan. Laat de energie doorstromen van je kruin van je hoofd naar je hart. En zoals je hart het bloed rondpompt in je lijf, pompt het ook de energie van liefde door je hele lijf. Je kan op elk moment en altijd deze energie toelaten. Stel je slechts deze knop voor bovenop je hoofd en laat het simpelweg naar binnen stromen. En terwijl je dat doet, kan het zijn dat je tot inzicht komt of een spontaan idee, een spontaan gevoel. Het kan ook zijn dat er emoties loskomen. Laat dat dan gaan, laat het stromen. Want een zuivere intentie kan slechts gezet worden met een zuiver hart. Een hart wat niet bezwaard is. Een hart zonder angst. Laat alle eventuele emoties stromen, laat ze gaan. En alle ideeën of inzichten of spontane, blije reacties, laat die binnenkomen.
En kijk eens of je straks als je je ogen weer open doet, daar direct een actie op kan plakken. En dan heb je jouw intentie voor de dag gezet. Ga naar je afspraak met een intentie die uit liefde wordt geboren. Ga op bezoek bij de buurvrouw die zich zo eenzaam voelt. Wat zal ze blij zijn? Of doe een schietgebedje. Voor die buurman die eigenlijk altijd zo onaardig is, maar wel heel ziek is. Jouw intentie om te geven lijkt heel klein, maar de uitwerking zal groot zijn. Geniet van de energie van de liefde. En weet dat deze altijd beschikbaar is. Je kan de knop van de bloem dicht laten gaan. Laat hem opkrullen, dicht gaan. En weer in je kruin verdwijnen. En als je op een mat ligt, voel dan goed de grond onder je. En als je zit, de grond onder je voeten. Wees je bewust van de aarde die je draagt. En wees je weer langzaam bewust van het hier en nu. Door de temperatuur op je huid te voelen. En de grond onder je te voelen. Laat jezelf bewust worden van je zitvlak of je rug. En heel langzaam als je er klaar voor bent, beweeg je lichtjes, je vingers en je tenen. En heel langzaam maak je de rest van je lijf wakker. Door het te bewegen. Heel rustig. En eventueel rek je jezelf even goed uit. En doe je heel rustig, met een milde blik, je ogen weer open. Haal even diep adem en door je mond uit. Leg je linkerhand op je hart en je rechterhand bovenop je linkerhand. En voel je hart. Merk op hoe je je voelt. En waar je dat voelt in je lijf. Bedank jezelf dat je de tijd hebt genomen om naar deze podcast te luisteren. En vergeet niet om in actie te zetten. Want de intentie is heel mooi, maar wanneer er geen actie aan verbonden wordt, zal het slechts een gedachte blijven. En hoewel ook een gedachte heel krachtig is, is de actie of het gesproken woord nog krachtiger. Ik wens je heel veel plezier met jouw intentie vandaag. Laten we het met z'n allen oefenen, zodat iedereen zich een beetje beter voelt. Zowel degene die geeft, als degene die het ontvangt. Als ik terug ga blikken op de 5 beginselen van groei, waar de lessen moeiteloos leven over gaan, dan gaat deze meditatie over het geven, maar tegelijkertijd over een intentie zetten.
Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat we de beginselen van groei bijna allemaal tegelijk toepassen. Door deze ene simpele, maar wellicht niet makkelijke oefening. Want waar moeiteloos leven voor mij over gaat, is dat het leven heel simpel is. Maar absoluut niet makkelijk. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En wellicht zie ik jou op de bewustzijnsschool in de oneven week op vrijdag van 2:30 tot 3:00. Namaste.